mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video. Vandaag is het tijd voor de Futdraft Challenge. Ik ben hier nog steeds met Koen en ook een week later heeft hij nog steeds die pleister op zijn fucking lip. Ja, dus, ongelooflijk, hè? Ja, het is wel leuk dat ik heb inmiddels Aubameyang aan mijn team toegevoegd. Jij daarentegen Iheanacho. Iheanacho, ja. Ja, ik ben gewoon wel, ik heb dat wel beter gedaan dan jij. Dit is gewoon een feit. Is een legend, heb ik gehoord hoor, Iheanacho. Ja, dat wel, maar Aubameyang ook heb ik gehoord, dus ja. Ja? Ja. Nee, ja, eigenlijk niet. Het is een inform, dus helemaal geen legend. Oh, en dan is Iheanacho ook geen legend. Ja, inderdaad. Maar, welke positie doen we vandaag? Ja, dat had jij besloten zijn net. Ja, dat klopt, ja. Ik had toch gezegd links midden. Nee, dat kan niet. Rechts, nee, dat kan ook niet. CVM. Ja, ja, dat zei je. Ja, precies. Ja. Heb ik net nog gezegd tegen je. Ja, ja, heb je net nog gezegd, weet ik. Dames en heren, jongens en meisjes, wij willen jullie vragen. Doe zeker even blauw duimpje omhoog. Check onze kanalen voor de hele serie. Check de vorige afleveringen als jullie nog niet gezien hebben. En dan gaan we nu gewoon weer beginnen. Let's ik start. Ik ben binnen. Oké. Jacker nummer 3. Moet ik 3? Ja. Pak jij dan ook mijn nummer 3? Oké. Fijn, dat hoopte ik dat je dat zou zeggen. 3-4-2. Ik heb 4-2-2, het is weer fucking chill. Ja, dat is weer met tijd. Ik heb wel een heerlijk begin. Gelukkig krijg je heel veel rechts en links buitens altijd, dus daar heb je wel geluk mee. Ja, maar ik heb Van Nistelrooy. Oh, dat is wel heel chill. Echt fucking relaxed. Ik heb Ronaldo, denk ik, dat ik ga pakken. Ronaldo is... Ik kan ook 97 Ibra, maar ja, die ga je natuurlijk met niemand kunnen linken, omdat die gast uit Zweden komt. Ja, dat is correct. Maar wel BPL op zich. Ja, oké. Ik heb hem nu al gekozen, dus dat laat. Oké, we beginnen met de wissels, hè? Ja, dat doen we altijd. Helemaal links, hè, bij de keepers. Ja, bij de keepers. Nou, mijn zijn heel shit. Oh, ik heb alleen mijn special card. Oh, doe dan maar 2. Stekelenburg. Ja, ik heb niet gezegd dat het goede special cards waren. Nee, dat is wel. Geen maar voor nummer 5. Dat is ook een special card. Nou. Hamid uit de MLS. Oh, van, Hamid. DC Hamid, Hamid. Wie kent hem niet? Nou, ik niet. In ieder geval. Ik ook niet. Hamid, we kennen je allemaal niet. Oh, hier staat wel een goede tussen. Die mag je best zeggen. 1. Ja, 96 Chiellini. Nice. Doe jij maar 3. Ja, 94 Hummels. Nou, oké, okay, ja. We zijn gewoon lief voor elkaar. Zo kun je het ik zie het. Zo kun je het ook dat vind ik fijn. Hé, hey, ja. Haps heeft een Feyenoordkaartje. Echt? Ja. Oh, gisteren nog niet. Nee, nee, maar ik had net legit de vorige 5 had ik zijn AZ-kaart, nu zijn Feyenoord. Ik heb geen links- en rechtsbacks. Ja, dan moet ik zeggen dat deze spelers allemaal waardeloos zijn. Maar ja, sowieso maakt het niet uit wie je kiest. Ja, 2. Ja, dat is toevallig de enige centerback. Maar ja, die komt alweer uit de Russische league. Dus ja. Doe maar 4. Bellerin, dat is zeker niet verkeerd. Dat is lekker hoor. Oké, okay, ik heb mijn kaartjes. Ga jij maar voor nummer 2. Dus Pastore. Pastore! 86. 85. En ik? 1. Danilo. Oh, maar niet de rechtsback, maar de center mid. Ik zei gewoon 1, hoor je dat? Ja, dat zeg je normaal nooit, nee, klopt. Oké, okay, ik heb geen spelers. 1. Douglas Costa van Juve dit keer. Mm. Dat is fijn, want ik heb ook Chiellini, dus dat linkt wel, heb ik gehoord. Echt? Ja, ja echt. Geen grap, jongen. Gehoord. Dat is echt. Oké, okay, nu moet ik. Oeh, doe jij maar 3. Oh, ik heb heel veel goeie. Deulefeu. Oké, okay, ga dan maar voor nummer 5. Ah, Hazard. Net geen tyfus aan. Ik heb wel een goede ding. Ik heb 5 buitenspelers. Oh, nice. Daar heb je vast iets aan als je nummer 5 pakt. Ja, Neymar. Uitstekend. Ja. Ja, kun je er voor de rest helemaal niks mee. Maakt niet uit. En ik? Nummer 1. Ah! Op 2 stond Bonucci in vorm. Dat was echt perfect. Ja, Kroos Team of the Year had ook nog gekund. Dan was ik klaar geweest hoor, met Bonucci. Nu heb ik FC Roelie. Wie moet ik? Kies even deze. Deze. 3. Ja, dat was hem zeker niet. Weer een linksmid. Yes, Martial. Oké, ik ben ondertussen al lekker aan het scrollen. We gaan lekker een tempotje erin houden. Stop! Oh, nice. Nochtveld. Nochtfiet. Ik ben niet aan het scrollen. Feit, weet ik veel. Stop. Yes, 97 Ronaldo. Ja, chill als buitenspeler. Links buiten. Oké, okay, ik ben weer bezig. Stop. Ait, 93 Neymar. Als links midden. Ja, oké. Okay. Ah, je hebt toch al Douglas Costa op links midden, dus kan je niks mee. Jawel, ik kan ook nog Neymar erin neerzetten. Ja, geen zin. Stop. Ah, Haan. Nou, niet Warner aan hoor, maar die Haan van Hamburg. Hamburg, SV. Oké, ik ben weer bezig. Stop. Nani. Oké. Ook. Stop. Ah, lekker, Di Maria weer een buitenspeler. Ik heb zilvers. Hé, hey, Lex Immers. Lexi. Oh, die ga ik raden. Oké, okay. Stop. Ah, jammer. Geen Lexi. Exilili. Nou, dat dit hier baal ik van. En wie moet ik stoppen? Stop. Varela. Stop. Insigne. Oké, okay, kom op. Kom op. Even schunstig. Ja, lekker. 91 Godin. Oh, dat is helemaal, lekker. Helemaal niks mis mee. Ik heb pronk ook geklikt, dus ik ben alweer bezig. Bezig? Ja, met de basis, zeg maar. Oh, zo. Ja, dat is prima. Ik ga prima, gewoon, nee. Ik ga gewoon Ronaldo op de bank zetten, denk ik, man. Ik ben hartstikke gek. Oké, misschien toch niet. Oh, 99 Messi. Oh, mijn god. Ik moet even goed gaan, nu een keer goed gaan nadenken, want ik wil niet weer zo'n kutteam. Eens even kijken. Wat is wijsheid, Koen? Nou, we kunnen gaan voor Living on the Edge. Zullen we dat een keertje doen? Ja, lijkt me wel leuk. Gaan we voor. Oké. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Team of the Season Kedira. Noem maar nog maar een Juve-speler. Kom op, ook een Juve centerback even nog erbij. Ja, Bonucci 90. Oké, en dan Buffon in de goal. Buffon in de goal. Nee, helaas. Gast, ik heb echt weer zo'n kutteam, jongen. Oh. Hey Rob, ja. Ik heb geen zin meer. Snap ik, je bent ook wel echt heel slecht. Ja, echt. Maar echt ook gewoon.
Echt heel slecht. Ik heb dit keer ook geen 110 gewist, hoor. Ik ook niet, zeker niet. Ik ga nu wisselen. Ah, pauperzilvers. Ik ga even kijken. Ik ben nu aan het wisselen. Ja, ik krijg hier dus echt herpes van, hè. Ja, beter je geeft me even een goede keeper. Kom aan. Ja, dit is sowieso pauper klotering zo. Oh, dit is Newcastle. Speelt natuurlijk in die andere competitie. Godverdomme. Ja, dit is lekker, zeg. Oh, kom op, BBL keeper, kom op. Kutzooi. Ja, ik ben genaaid. Ripkoen in de chat. Ja, het is Rip. Oh, ik heb een... Lekker. Ik heb natuurlijk Stekelenburg op mijn bankie. Hoe kon ik hem vergeten? How could I forget you? Oké, ik ga best... Nou, ik ga niet heel geweldig uitkomen, maar wel redelijk. Ja, dit is gel. Ja, ik ben tevreden, man. Ik ook. Ik heb even die glitch gedaan. Nu heb ik weer een redetje erbij. Dat werkt gewoon nog steeds. Oh, en dan toch niet ineens. What the fuck? Het stond net gewoon dat 86 rating en nu is 5. Bij de poten, jongen. Bij zo'n lage rating? Ja. What the fuck? Ja, de hoogste... Ik heb dus... Vind van de eerste rode naast de hoogste in mijn team is 84. Ik was proberen 90 aan het maken, maar het is me niet gelukt. Oké, mijn team is af, hoor. Ja, mijn ook. Oké, hoeveel rating heb jij? 89. Ik 85. Hoeveel teamgeest? 100! Ja, yes. Ik 97, dus ik heb wel gewonnen. Godverdomme. Ik mag een 86 rated en jij 85 rated, maar dit is wel een beetje het niveau waar we naar op zoek zijn, toch? Ja, en 85 is gewoon goed. Ja, 86 is wel nog net iets beter, maar het is ook gewoon goed inderdaad. Hou je back even, joh. Center back, toch? Center defensive mid, ja. Je kon bijna je worden. Als je goud zoekt, zit speciaal dan buiten? Ja. Serieus, vraag? Oké. Dus even kijken of we wat leuks hebben. Ja, same. 85 redetjes. Eens even kijken. De Rossi, nou kan je... Oh, kan je wel wat mee trouwens. Oké, ik weet het. Nou, zit hem ook niet eens voor gek, hoor. Godverdomme, man. Ik denk dat hem niet was. Kies ik er 3, is er ook maar eentje goed. Dit moet wel zijn. Is Busquets trouwens goed, ja. Deze FIFA? Ja, best wel, maar niet heel bijzonder. Hij is wel goed, maar kan misschien wat beter. Maat! Ja, wat? Ik zie nu wie er ook 87 redent is. Ik ga denk ik de duurste speler van... Maar Rob, het is heel leuk dat je kijkt wie er 87 is, maar je mag toch echt maar een 86? Oh ja, kut. Ah, fuck! Ik zie opeens Petit staan. Ik zo, oh my god. Gast, ik ga nu naar mijn draft. Ik ga 1 rating hoger fixen. Nee, maat! Eentje, come on! Ah, nee! Ja, ik zou kunnen zeggen dat ik baal voor je, maar dat is niet zo. Kut! Ik was echt even fucking blij. Ik denk, oh my god, ik mag Petit. Ah, fuck! Ja, ik ben klaar, hoor. Ik nog niet. Moet ik Casemiro of Nzonzi? Jongen, kan mij nou perspleuren schelen of jij Casemiro of Nzonzi kiest? Ik kies Casemiro. Het gaat wel goed, maar kan nog steeds wat beter. Doe ik het goed? Papi. Ja, klinkt uitstekend, Rob. Oh, ik weet nog wie ik ga pakken. Hij is natuurlijk een cam als kaartje, maar hij heeft een stats voor een CVM. Ja, dat mag niet. Tuurlijk mag dat wel. Maar wat, ja, echt? Ja, tuurlijk. Ik dacht dat we maar 1 positie mochten verschillen, zeg maar. Ja, oh ja, Cam 7. Ja, nee, man. Ja, maar kijk, als jij een RV hebt, dan mag je ook een RM pakken. Het is ook precies hetzelfde. Maar we hebben geen RV, dat is het hele punt. Ja, maar ja, als het zo zou zijn. Ik wil Stefan Effenberg. Ja, kijk, die gast is dus een Cam, maar hij heeft 85 physical, 74 verdedigen. Is volgens mij ook nog best groot. 1,88. Ik gebruikte hem altijd op CDM. Hij heeft ook een hoog verdedigend werktempo en normaal aanval. Ja, ik ga hem pakken, man. Ik heb hem al. Ja, Waarom ben jij zo hard? Ja, ik weet het ook niet, man. Jongens, mijn team is al heel wat waar. Dat vind ik nog steeds niet. Hoeveel heb jij ongeveer? 30, 31, 32k. Ik zit al over de 300. 330. Hey. Ik ga dus de goede kant op. En jij hebt straks niks te verliezen, dat is ook niet leuk. Nee, de volgende aflevering, ja, dan gaan we knallen, heb ik gehoord. Ja, dat heb ik ook gehoord. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. En later, mensen.